Op het eerste gezicht zie je het niet, maar het komt in veel klassen voor. Schelden, plagen, uitdagen, kortom, pestgedrag. Om eens goed uit te zoeken hoe en waar er wordt gepest en wat er tegen te doen is, deed de kinderombudsvrouw een onderzoek. Zij komt op voor de rechten van kinderen in ons land. Ze vroeg honderden kinderen die worden gepest naar hun ervaringen. In het onderzoek komt naar voren dat kinderen om allerlei redenen gepest kunnen worden. Zoals vanwege hun uiterlijk, kleding of gedrag. Bij 1/3 van de kinderen die worden gepest heeft het te maken met discriminatie. Ze worden bijvoorbeeld uitgescholden om hun huidskleur of omdat ze homo zijn. En het pesten gebeurt zeker niet alleen op school. Ook in de buurt, bij een sportclub, muziekschool of online hebben kinderen er last van. Het onderzoek ging ook over oplossingen. Wij hebben kinderen gevraagd, hè, wat vinden jullie nu? Hoe vinden jullie dat pesten moet worden aangepakt? En kinderen zeggen strenger straffen. En dat gaat dus ook om de pesters. Als je strenger straft, dan zijn kinderen eerder geneigd om te vertellen dat ze gepest worden. Want erover praten is erg belangrijk. Dat weet de kinderombudsvrouw uit haar onderzoek. Ze heeft een belangrijk advies. Als jij gepest wordt als kind, dan ga je naar je juf. Of je meester, je zegt het tegen je ouders en of je zegt het tegen de mensen van je sportclub of van je balletclub of je muziekles. En je vertelt dat het gebeurt. Want wat wij zien in het onderzoek is dat kinderen zeggen dat zijn de mensen die me het meeste helpen. En zelfs als het niet meteen oplost, dan zijn ze nog blij met de steun die ze krijgen. Ja, en kinderen die weinig met het pesten te maken lijken te hebben, kunnen zeker ook iets doen, zegt de ombudsvrouw. 3 tips voor kinderen die zien dat iemand wordt gepest. Spreek de pestkop aan op het gedrag en vraag om ermee te stoppen. Vertel erover aan iemand die je vertrouwt, zoals een leraar of een ouder. En help het kind dat wordt gepest. Praat met hem of haar en geef troost en steun.